Het gemeentehuis van Drogenbos doet uitzonderlijk dienst als schmink- en kleedkamer. Hier maakt toneelkring De Plezante Berkuzen zich klaar voor een concert. Zo wordt een toneelstuk in Drogenbos genoemd. En niet te zenuwachtig nu? Een beetje wel. Alhoewel, met teksten leren had ik zo geen moeite, omdat het in dialect is. Denk ik dat dat gemakkelijker is om te onthouden. Onder de titel Surprise in de Kammenstroet wordt de sfeer van de jaren 60 tot leven gebracht met heel wat herkenbare en grappige situaties. In de woonkamer van moeder Jeanne komen alle dorpsfiguren langs, zoals twee nonnen die beslissen om uit het klooster te treden. Tanteke, je moet dat toch niet ongerust maken. Nee. Nee. De dokter heeft gezegd dat het vlinders zijn in onze boot. Wat? Ja. Vlinders? Ja. Allee, dat moet de manneke je uitleggen. Hè. In het verleden had Drogenbos een heel rijke toneeltraditie. In de periode tussen de twee wereldoorlogen waren het zelfs twee groepen die speelden. Achteraf is er nog één gebleven. En ja, dat is op een bepaald moment, mensen worden ouder, sterven uit. En dan was het helemaal gedaan. En 5 jaar geleden hebben wij de draad opgenomen met een revue. Omdat die revue zo'n succes was, kwam er in 2017 een vervolg, getiteld Feest in de Kammenstroet. Dat was opnieuw een schot in de roos. Na 2 jaar is André teruggekomen vragen of wij wilden verder doen. En we zijn met enthousiasme terug er begonnen. André heeft het scenario eerst geschreven in het algemeen Nederlands. Dan hebben de acteurs het naar hun mond gezet in het dialect. Gezegd, Melkbo, we moesten zwagen. En op Drogenbos kassa is het al geweten. Allee, maar dat mocht dan. Ik zei dat je toch een beetje nooit aan hoesten zet, want je hebt geluipen. Jullie gaan ook een shot café? Het dialect, onze kinderen en kleinkinderen kunnen het helemaal niet meer. Dus ja, goed. Wij proberen dat te bewaren. En dat is ook een eerbetoon aan onze groot- en voorouders.